Jawel, ik weet het, mensen. Mijn baard is redelijk lang aan het worden. Ik ga nu straks ervan vertrekken, want jullie zien het al. Het is bijna 7:30. Ik moet om 8:00 beginnen op het werk. Het is ook bagger weer, dus ik ga ook veiliger rijden. Dus. Maar per geluk heb ik maar vandaag een halve dagje. Dat deze dag in twee wordt gedeeld. Nu ben ik mijn jas aan het doen. Voilà. Ik probeer toch al de vlogs al redelijk wat anders te maken dan normaal. Dus welkom weer op een deel van mijn leven. Ik kan nu vertrekken. Wacht, heb ik alles? Portefeuille voor mijn rijbewijs. Ja. Het is donker. Het is donker. Het is licht. Absoluut. Ik ben nog eens aan het vergeten. Een meisje. Waarom? Omdat ik dat nodig heb op het werk. Amai, het is goed aan het regenen. Nee, het was aan het regenen. Even aan het luisteren, mensen. Nu je denkt, en de mondmaskers, die liggen in de auto. In mijn mallet, in de verpakking. Dus waar ik nog eens keer eentje opnieuw uithaal. En nu lopen naar mijn wagen toe. 3. Wacht, hè. Eerst open doen. 3, 2, 1, go. Dat is gelijk nog uit. Excuseer, dat is van het lopen. Oh, dat is mij verslikt. Allee, ik ga nu vertrekken naar mijn wijk toe. Het is 6,5 graad, zeg maar in de auto. En het is 7:30 stipt. Tot straks allemaal. Mensen, ik heb gedaan met werken. Ik ga nu s'avonds richting mijn schatje. Maar mij ook een klein beetje zorgen om haar gezondheid. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik heb wat maagpijn gekregen. Ik ga even gewoon oversteken, want hier moet een auto door. Voilà. Ja. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Alex, zien jullie allemaal straks weg? Mijn licht gaat uit. ik ben heraangedaan. Ik heb de Psycho TV Polo aan. Het zit nog altijd heel goed. Altijd, nog altijd te koop op de webshop op www.psychotv.be. Wat hebben wij nog gedaan? Ik en Bea. We hebben ook nog naar een film gekeken. En dan naar... in zo'n knol gekeken en ik heb haar ook gesteund, want ze had het ook heel moeilijk. Ik geef dat ook eerlijk toe. Want die onderzoeken, dat is ook niet niks. Wat ze heeft meegemaakt. En ondertussen is ook mijn bedje ook helemaal ververst. Yes, kan ik direct ook gaan slapen. Oh. Ik ben weer ontzettend moe. Wat heb ik eigenlijk ook vandaag gedaan op het werk? Ik weet nog niet als ik het al heb gezegd in mijn vlog. Ik heb met 10 bussen liter gesleurd. 17 paletten. Hoeveel was het weer al per laag? Ik ga dat eens even uithalen. Dat was 1. Wacht, hè. Stop zo. Dan die handvat zo. Die handvat terug. Dan dat of zo. Dan stop zo. Dan zo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langs elkaar. En 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5 is 25 bussen per laag. Dat is 250 liter. Dus 250 liter.
500 liter per palet. Het was dus echt veel. Het was echt heel veel hoor. Maar het was wel heel leuk. Want ik heb ook wel eens afgewisseld ook voor het bestikkeren. Dus dat is ook allemaal te goede gekomen. En ik ben ook nu ontzettend ook moe. Maar ik wil ook nog wel nog iets vertellen. Ook nog, wat ik ook nog eigenlijk kwijt wil. Ik ben dus niet naar de politie gegaan. Omwille van, ja, ik had totaal geen bewijzen. Dus bij deze weten jullie dat ook al trek. Dus de hacker heeft even heel veel geluk gehad. Ja, hacker kun je dat niet zo echt noemen. Iemand die professioneel kon coderen en dan zogezegd een bot in mijn server heeft gezet. En ja. En die sprak ik dan in onze taal. Dus let er ook alsjeblieft op. Als er bot achter staat, niet op ingaan. Dank u. En voor de rest is iedereen welkom op mijn Discord server. Iedereen. Ik ben ook moe. Ik ben ook thuis aangekomen. En dan deze gaat zo meteen ook slapen. En we gaan ook binnenkort wel nog iets heel leuks doen. Jawel, de eerste studiogast is al geregeld. Alleen moeten we nog het groen licht krijgen van Cordium en de corona. Dus gelijk de overheid. Daar moeten we even, ook nog even op wachten dat we daar groen licht krijgen. Als we daar groen licht krijgen, dan kunnen de opnames eindelijk van start gaan. Ja! Want alles staat al klaar en ik mag het niet doen. Ik heb alles al voorbereid. Alles staat klaar voor studiogasten te ontvangen. Maar het mag niet. Hoe frustrerend is dat? Ik wil een nieuwe serie lanceren, maar hier in België, dit is nog altijd wel moeilijk. En Ogarum, Nederland. De lockdown is voor jullie ook verlengd, wat ik ook weer al niet leuk vind, ook voor jullie. Dus ik zit ook met jullie Nederlandse kijkers ook mee in. Dus hou het vol. Volg de regels op. En doe ook wat er gevraagd wordt. Wij als YouTubers proberen nog wat entertainment in jullie leven te brengen. Maar wij proberen ook op het mate dat mogelijk is, ook op onze regels ja, te staan. En ja, ik heb even nog de deur te doen, want het is koud buiten. Dus, en wat ik ook nog wil gaan zeggen, ook over de video van die bekers bij mijn mama. Ik en Bea waren alleen bij mijn ouders thuis binnen. Dus in de woongedeelte. Mijn vader en mijn moeder, die zaten buiten. Dus, en dan in een keer, ja, kwam mijn moeder binnen. En ik had haar dus ook al uitdrukkelijk gevraagd, kijk, als jij binnenkomt, laat het ons ook weten dat we dan via de voordeur dan terug naar buiten kunnen gaan, dat wij elkaar nog niet moeten passeren of zo. Ofwel zeggen we dan nog wel nog iets op de gang of zo, nog een goede dagje of zo. En dan waren we ook dan door. Maar ja, mijn mama kwam dan binnen. Dus ik probeer wel aan mijn maatregelen te houden. Dus ik had wel mijn mondmasker aan, Bea had haar mondmasker aan bij mijn ouders thuis. Maar wij hebben ons ouders dan, dus mijn ouders niet gezien. Tot mijn mama wel dan binnenkwam. En ben ik dan een fout gegaan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want buiten mogen we nog altijd op afstand met elkaar afspreken. Hè? Dus daar is geen enkel probleem mee met in het openlucht. Maar dus, het probleem is binnen. En wat ik hier ook heb gehoord van de coronabesmettingen.
het gaat ook weer al niet de goede kant uit. Maar de werkgevers, echt waar, duimpje omhoog. Jullie zijn echt ook heel, heel, heel goed bezig met jullie maatregelen. Alleen waar het misloopt is dus in de kantine. Dus daar krijgt dan iedereen terug de vrijheid, mag de mondmasker af en al. Nee, daar moeten nog verstrengde maatregelen genomen worden. Hoe of wat, dat gaan we van de overheid weer al te horen krijgen. En ook van onze werkgevers, hoe we dan ons moeten gaan schikken. Ja, ik heb last van een vlogarm voor mijn camera echt zo lang, zo ver op afstand te houden. Dus ik ga hier ook de vlog hier integraal beëindigen. Ik ga dan ook richting mijn bedje in. En deze woorden wil ik ook nog eigenlijk integraal naar mijn schatje toe doen. Dat is Bea natuurlijk. Schatje, ik weet dat je heel graag langs mij wilt komen liggen. Maar ik wil geen problemen hebben en jij ook niet, dus hou nog even vol en we wonen wel binnenkort wel samen. Dus nog even wat tandjes bijten en dan komt wel alles goed. Ik heb al redelijk lang al geduld. En ja. Voor de rest. Hou ik heel veel van haar. Hou ik echt heel veel van haar. Want ik wil haar echt nooit meer kwijt. Daar komt ook niemand meer intussen. Echt waar niet. En daar gaat mijn licht weer al. Dus dan moet ik weer een licht gaan maken. Voilà. Dus ik hou echt heel veel van haar. Ik wil haar nooit of te nooit meer kwijt. En daar gaat ook nooit of te nooit meer niemand meer intussen komen. Echt waar niet. Hoe het zit in de toekomst, wat we nog allemaal gaan doen, dat ga ik nog even in het midden laten. Dus wat er wel op de programma staat, zijn studiogassen. Dus zodra dat er groen licht is gegeven, beginnen de opnames. Echt waar. En, en dan heb ik ook nog even nieuws over de fanmeeting. Daar wordt ook nog veel over gesproken op Discord. Wanneer komt er nu eens een fanmeeting? Die fanmeeting is eigenlijk al een jaar geleden eigenlijk al gegeven geweest. Omwille van dat ik samenwerk met Pixelan, daar gingen we dan een mooie standje maken. Maar ja, het gaat niet door, hè. Dus het ziet er naar uit dat de 26e, 27e en 28e februari opnieuw gecanceld zal worden. Dus de fanmeeting wordt bij deze opnieuw, want jullie horen het niet graag, ik hoor het ook niet graag, verplaatst worden. Omwille van, ja sorry, ik wil ook naar mijn kijkers, hun veiligheid kijken. Stel dat er bijvoorbeeld op die fanmeeting toch één persoon corona heeft, die komt bij mij knuffelen. Ja, ik heb dan ook corona en ik begin het dan ook te verspreiden. Dat wil ik ook niet op mijn geweten hebben. Dat wil ik echt, echt, echt niet op mijn geweten hebben, hè, mensen. Dus als er bijvoorbeeld een fan een corona heeft en die komt toch naar mij toe om op de foto te komen of een handtekening te vragen of een shout-out te doen, dat kan ik dus, kan ik niet laten gebeuren. Dus bij deze, ik ben er ook heel veilig om. Ik ga vrijdag ook bellen terug naar mijn rusthuis toe. Jullie horen het ook, jawel. Dat zijn redelijk wat dingen op programma deze week. Dus deze week, vrijdag, gaat ook het rusthuis Ravelijn terug in actie geschoten worden. Dus ga ik ook vragen als ik daar de COVID-19 spuit kan krijgen. Voor daar toch tegen te kunnen. Ik ben gelukkig nog niet in contact gekomen met die vreselijke ziekte. En nu hoor ik ook dat er een nieuwe variant al in Londen losgebarsten is. En in Ierland. Ik hoop niet dat dat ook ons land gaat bereiken. Maar ik vrees er wel voor. Kom. Ik ga jullie nu laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Of een livestream. Of een middendienstvideo. Of iets anders.
Ik zie jullie morgen allemaal terug. Ciao.